Vandaag 10 oktober, de eerste aflevering van het Waterkan Minuutje. Het is de dag der Marons en we vragen een der nakomelingen van de Marons wat deze dag voor hem betekent. Ja, hij kan ook niet op vrede in de vlak op wat de manier is. Ja, mooi idee, ja man. Wat betekent de dag der Marons voor jou? De dag der Marons betekent heel wat voor mij, omdat ik zelf een Maron ben. Het is jammer dat de dag nog niet erkend is, maar we blijven vechten tot het bittere einde dat het erkend wordt. Omdat we, de Maron gemeenschap heeft een belangrijke rol gespeeld. En ik vind dat ze gewaardeerd moeten worden. Ze moeten gewaardeerd worden en door gewaardeerd te worden moet de dag erkend worden. Dankjewel. Het is de dag der Marons en aan meneer Alendi vragen we hoe hij deze dag ervaart. Ja, nou, ik moet u zeggen, deze dag is voor mij altijd een bijzondere dag geweest. Ja? Ik zie het als een dag welke een bepaald moment in de geschiedenis markeert, waarbij er duidelijk gedemonstreerd wordt dat vrijheid eigenlijk het hoogste is wat een mens in zijn leven kan hebben. Ja, het is voor mij een symbool van bevrijding, van vrije geest. Dank u zeer. Graag gedaan.